Ik ben Arnoud van Vliet, ik werk voor het bedrijf Bruggeman Mechanisatie. We hebben een vestiging in Broekland en een vestiging in Lemelen. Een jaar geleden zijn we dealer geworden van het merk Vasterholt. Op de achtergrond zien wij een Vasterholt beregeningshaspel van klant Kramer uit Stegeren. Deze machine heeft een slangdiameter van 100 mm en een lengte van 500 meter. Het is een relatief eenvoudige beregeningsmachine met een lage energiebehoefte. Deze machine is uitermate geschikt voor het beregenen op grasland. Ook op lang grasland is deze machine in te zetten en met een lichte trekker uit te rollen. We kunnen percelen beregenen met een lengte van 500 meter. We kunnen ook de percelen beregenen die korter zijn, omdat we de slang in een bocht kunnen leggen met deze machine. Dat is het voordeel van deze beregeningsmachines van dit principe. De TL235 beregeningshaspel is voorzien van een aangedreven achteras en een gestuurde vooras. De vooras is voorzien van een trekdissel, die normaal gebruikt wordt voor het verzetten van de machine. En die is voorzien van een katrol. Die geleiderskatrol die rust op de slang en zal ten alle tijde de slang volgen. De achterzijde van de machine is voorzien van een trekdissel. Deze wordt gebruikt om de machine in het veld uit te trekken. De aandrijving wordt verzorgd door een mechanisch aangedreven achterbrug die gevoed wordt door een helikopteraandrijving. De drum wordt aangedreven door middel van V-snaren. Zo is deze machine met 6 versnellingen eenvoudig in te stellen op de juiste dosering en heeft deze machine een zeer gering drukverlies. Ik ben Evert Kramer, we hebben een melkveebedrijf hier in het mooie Stegeren. En we zijn een maand geleden begonnen met het beregenen met een Vasterholt installatie. Die we vorig jaar al gekocht hadden. Eigenlijk om drie redenen hebben we gekozen voor dit systeem. Een van de redenen is dat we nogal wat verschillende percelen hebben, verschillende perceelsvormen. We kunnen lange percelen beregenen tot ruim 500 meter. Maar ook bijvoorbeeld een wat vierkante perceel waarbij je de Vasterholt in een U-vorm legt en het perceel in één keer kunt beregenen. En ook een L-vormig perceel kunnen we in één keer beregenen. Daarnaast is het mogelijk om ook in lange gras met een lichte trekker de installatie uit te rollen. Dit is ook een groot voordeel, omdat je anders altijd de zwaardere trekker nodig hebt die ook voor andere werkzaamheden nodig is. En een derde voordeel is dat je minder diesel nodig hebt. Doordat het systeem van oprollen veel minder kracht kost, kunnen we met minder bar kunnen we aan de pomp beregenen. En dat scheelt diesel en dat is ook altijd een voordeel.